Het gaat om deze honingbeer, de kleinste berensoort ter wereld. Het dier staat rechtop en kijkt de bezoekers van de dierentuin aan. Mensen op Chinese social media vertrouwen het niet. Volgens hen is dit geen honingbeer, maar een medewerker van de dierentuin in een berenpak. Voor het bewijs zou je naar het achterste van de beer moeten kijken. En daar is loshangend vel te zien. En dat zou verdacht veel weg hebben van een slecht zittende broek. En ook de manier waarop je op zijn voeten, de poten staat, vinden mensen verdacht. Maar volgens de dierentuin is het toch echt een honingbeer. En om dat te bewijzen hebben ze journalisten uitgenodigd om naar het dier te komen kijken. Tja, dat sommigen het niet vertrouwen is best te begrijpen, want er zijn Chinese dierentuinen geweest die hun bezoekers hebben bedrogen. Zo had deze dierentuin een leeuw vervangen door een grote harige hond, in de hoop dat de bezoekers dat niet zouden merken. En dat deden ze hier ook, waar deze hond, een golden retriever, een Afrikaanse leeuw zou moeten voorstellen. In deze dierentuin konden bezoekers echte pinguïns van de Zuidpool zien. Maar toen ze binnen waren, zagen ze deze opblaaspinguïns. Daar waren de bezoekers ook niet blij mee. Nu zijn er dus twijfels over deze honingbeer die wereldnieuws is geworden. En dat merken ze bij de dierentuin, want ze hebben duizenden bezoekers erbij gekregen. Die willen allemaal met eigen ogen zien, is hij nou echt of toch nep?